Zoals jullie weten is deze hele maand Kelsember, wat betekent dat ik elke dag van de maand een video upload en ik ben bijna een soort van mentaal en fysiek naar de kloten. Maar we gaan gewoon door. Als deze video binnen 24 uur 11.000 likes haalt, dan komt er morgen een nieuwe video. Dus like sowieso eventjes, want dat is leuk! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What's good? Ik ben hier met Gio en met Jieltje en met Nina. Applaus voor jezelf. Hey! Jieltje, stel jezelf even voor. Hoi! Ik ben Jieltje. Ja, dat was. Ik hou ervan om het gewoon alles altijd heel ongemakkelijk te maken. Ja, lukt je goed? Ik ben hier met mijn allerbeste vriend ooit. Jullie weten natuurlijk al dat wij elkaar sinds de brugklas kennen. Ja, en al heel lang bevriend zijn. En waarom leg je hand op mij? Dat is gewoon intiem, toch? Is Nina zit gewoon niet na. Dat is raar, man. En dit is Nina natuurlijk. Dit is mijn grootste liefde ever op Otje na. Maar verder gaat het hartstikke goed. Wij zijn verliefd op elkaar. Jullie zijn ook verliefd op elkaar. En nu is natuurlijk de vraag: wie van jullie lust nou echt een paprika? Dat is de vraag. Dat was de eerste vraag. Moet ik dan ook een paprika eten als ik in deze video speel? Chop it! Chop it! Wow, dat geluid, die had wel die goeie, man. Kom sap uit. Jullie weten natuurlijk dat wij twee koppeltjes zijn. En eigenlijk vond ik het wel leuk om erachter te komen wie van ons nou het allerbeste koppel is. Want wij hebben 6 jaar met elkaar en jullie hebben 1 jaar en 9 maanden met elkaar. Ja. Dat heb ik net gehoord. Ja. Trouwens, dit is Gio. Stel jezelf even voor. Voor de mensen die je niet kennen. Oh nee, wacht. Dat kan niet. Hoi, ik ben Gio. Dat was het. Topgesprek. Ja, okay. Deze ken ik van de vorige video. Ja. Ik ga gewoon niet intrappen. Nina, wat gaan we vandaag doen? We gaan vragen beantwoorden. Ja, goed. Ik heb 10 vragen. 10 vragen over ons. Die jullie eigenlijk van ons zouden moeten weten of niet. Maar wie is ons en wie is jullie? Gio en ik. We hebben een mannenvariant van deze challenge gedaan. Die komt op mijn kanaal. Dat is eigenlijk dus deze video. En vrouwenvariant komt op Gio's kanaal. Oordeel. Wat is mijn favoriete groente? En dan zeg jij... Paprika. En dan zeg Jieltje... Van mij. Maar en uiteindelijk zeg ik, ja, dat is goed. En dan hebben wij een punt. En als jullie en als fout, dan heb je geen punt. Oké, we gaan gewoon beginnen met vraag 1. Ja. Zijn jullie klaar? Nina, zeg je... Je moet toch altijd een soort van jel hebben? Jel, wij kunnen dit wel. Yes. Zeg jullie jel. Ga jij niet. Ik weet niet. Jeltje denkt, waar ben ik beloofd? Zit dat nu al weg? Ik wil gewoon met Otjes verder. Dat is het enige van wie je eigenlijk bent. Otje ligt achter. Waar? Op de grond. Oh. Altijd als ik begin met filmen is Otje klaar met alles. Die denken, ga jij maar gewoon lekker schreeuwen en dan komt alles goed. Oké, vraag 1. Mensen, spannend. En spannend. Heel spannend. Wat is mijn favoriete Nederlandse YouTube kanaal? Niet je eigen. Die heb ik erbij gezet omdat Gio anders natuurlijk zijn eigen kanaal zou hebben. Ik kijk echt geen Nederlandse YouTubers, maar... Nee. Ik weet niet. Maar ik heb wel een favoriet. Echt? Ik heb een duidelijke favoriet. Nee, maar oké, vind je zeg maar dat het beste of vind je dat ook echt leuk? Nee, daar mag ik geen antwoord op geven. Kom, je moet gewoon zijn als ik ooit ontvoerd ben en de ontvoerder vraagt aan jou. Ik moet wel echt weten of je de echte vriend van Kelvin bent. Wat is zijn favoriete YouTube kanaal? Dan moet je dit kunnen zeggen. Vriendin. Stuk TV? Nee, ik heb ook Stuk TV. Moeten wij nu het antwoord geven? Ja, ik heb Stuk TV. Ik heb ook. Ja! Wisten jullie dat van elkaar? Ja. Nee. Maar jij gaf gewoon 2 antwoorden. Omdat we zeg maar deze video opnemen, dacht ik misschien zegt hij jou. Snap je? Ja, dat gaat niet leuk op het doen. Nee, maar jij dacht gewoon of het is dit of het is dit. Want als het nu ik was geweest, had je het dan ook goed gehad? Nee, oké, je hebt helemaal gelijk. Lekker bezig, ik ben trots op jullie. Ja. Vraag 2. Wat is mijn lievelingseten? Standaard vraag 2.0. Avondeten of snack of... Nee, ik heb in ieder geval gewoon wel echt op avondeten. Ja, ik ook. Ja, gewoon. Ja, okay. Gewoon. Okay, dat geeft je meestal. Ik zeg sushi. Wat zeg jij? Burger. Gio is hoger. Ik had sushi. Ja, ik had pizza. Pizza is het toch? Ik eet altijd pizza. Ja, maar niet met mij. Nee, oké. Ze lust geen pizza. Dus dat is. Lust je geen pizza? Nee. Dat is gewoon deeg. Lust je dan ook geen brood? Dat is toch deeg? Jawel. Oké. Maar lust je geen 1 pizza? Ook niet. Ik vind gewoon de allemaal bij elkaar. Oké, dat kan. Ik kan nog steeds niet begrijpen. Maar ik ben wel blij dat je gewoon bent wie je bent. Dat je ervoor opkomt, dat je gewoon voor staat. Weet je wat fuck mensen die pizza eten? Hé, maar er staat 2-1. We moeten inhalen, kom op. Deze vraag is top. Nee. Ik ben echt trots op mezelf, ik deze bedacht. Wat is mijn grootste irritatie aan je vriendin? Nee, je moet even nadenken. Even nadenken, jullie moeten allemaal tegelijk zeggen. Anders hebben jullie elkaar idee. Er zijn meerdere... Nou, kom op. Nee, maar ik bedoel... Ja, oké, laat maar. Ik kan het niet. Ja, fucked up. Gio fucked up. Ik denk dat ik gewoon een beetje te heftig reageer of zo. Oké. Te heftig reageer op... Ik weet het niet. Nee, wat denk jij? Of, ja, Lucie, luiheid. Je mag ja, maar je moet even... Jieltje, focus. Het hoogtepunt van 2017. Jij kan ook niks zeggen, dan heb je sowieso fout. Ja, dan denk ik gewoon Jieltje. Oké. Okay. Drama maken van iets wat niet drama is. Oké. Okay. En bij mij is het niet per se goed. Nee, bij mij ook niet. Okay, ik heb bijvoorbeeld van, als jij kijkt, dan heb ik iets gedaan zo. En dan zeg je, ja, ik ben niet boos, maar vervolgens negeer je me wel. Dat is vrouw eigen. Ja, dat doet elke vrouw.
toch? Ja, ja, dat is het. Ja, dat doe ik ook. Maar ik had gewoon een beetje zeg maar dat stressige. Dat als ik, maar ik ben ook altijd wel gewoon alles, ben ik altijd wel oké mee. En soms inderdaad maak jij ergens een heel erg ding van. Terwijl ik denk, ja, het is het niet waard om gewoon hier een heel ding van te maken. Eigenlijk was het wel een soort van je antwoord. Toch? Of zo? Of zijn het niet raar? Gewoon. Nee, nee, gewoon. Oké, okay, we spelen. Nee, ik heb het niet gezegd. Oké, fout keert. Okay. Het is uit. Ben ik over het algemeen zeker van mezelf of onzeker? Dat is natuurlijk iets wat je als vriendje of vriendinnetje van elkaar wel echt weet. Want de buitenwereld is altijd zo van, wow, wij zijn stoer hè, Gio? We zijn echt heel zeker van onszelf, maar misschien is het wel helemaal niet zo. Ik denk dat je van jezelf wel onzeker bent. Ja, ik ook, maar je hebt wel twee kanten. Ja, dat heb ik dus ook. Ja, dat is leuk. Weet je, de ene moment ben je zo zeker van jezelf, en de andere moment. Maar over het algemeen heb ik gezegd, overal gewoon in het grootste gedeelte. Dus ik ga dan voor onzeker. Nee, ik ook. Ik heb zeker. Echt? Ik heb onzeker, man. Ik ben, iedereen is soms wel eens onzeker, maar over het algemeen ben ik echt wel, heb ik niet het gevoel. Wow, ik heb echt wel dat ik vaak denk, ik ga voor iemand anders denken. Die staan weer gelijk. Ja, hey. Lekker B, Wiltje, nice, lekker. Dat moet je niet intrappen. Vind je het nog leuk tot nu toe? Ja. Nee. Dat mag je zeggen. Ik weet niet dat jij zo zeker over jezelf was. Nee, misschien ben ik het ook wel niet. Misschien ken ik mezelf wel niet goed. Misschien weet ik wel meer over jou dan jij over jezelf. Dat is die kans heel erg aanwezig als je al 6 jaar naar mijn hoofd kijkt. Daarom. Oké, wat is mijn favoriete seksstand? Ik wist dat hij zou komen. Het is gewoon basic as fuck, maar ik dacht, het moet toch een beetje... Ik denk doggy style. Okay. Ik zou gewoon straight door de fuck. Ik denk doggy style. Hey, het is goed. Nice. Echt? Ja. Lekker, pik. Ik wist het. Ja, ik weet niet hoe die heet. Heeft dat een naam? Nee, maar je kan beschrijven. Beschrijf het met niet al te veel details. Bovenop. Ja, dat klopt. Hé, hey, lekker man. Ja. Laat zien dan. Wat was de fuck? Nee, niet laten zien. Nee. Oh. Laat je telefoon zien, want je kan nu gewoon... Wacht, als het echt zo is. Jullie hebben vast veel meer van dat soort... Jutje op toch. Ja, ja, ja. Ja, Lutie, je gaat wel hard op die paprika, man. Nee. Ja, ze eet toch helemaal op. Ja. Hoeveel vriendinnen heb ik gehad? Ja, maar echte vriendinnen of zeg maar ook verkering? Verkering. Oh, ook verkering. Want als je dat echt doet, dan heb ik eigenlijk maar één gehad. Ja, dat ben ik. Ja. Ik gok 3. Maar één keer zie je jou, hè? Dan gok ik 4. Denk anders nog even een uur na. Meer. Ja, denk jezelf. Dus ja, hoeveel? En 4. Oké, Gio, heeft Gio het goed? Nee, heeft het niet goed, man. Ja, maar ik weet niet hoe ik dat moet vertellen, want er was er ook één. Nee, maar je hebt een antwoord in je telefoon gezet, dat is het goede antwoord. Ja, oh ja, maar dan heb ik 2, inclusief Joetje. 2? Ja. Nee, jij hebt het fout. Wat dan? 5. 5? 5! Dat is allemaal tegelijkertijd. Wat is mijn perfecte type? En dat gaat dan, dat is een vraag in 4 redenen opgedeeld. Uiterlijk. Haarkleur, oogkleur, lengte en belangrijkste eigenschap. Lengte? Nou, dan ga ik en lengte is niet 1 meter 83, maar lang of kort. Ja. Oké, ik zeg qua haar bruin haar. Oké. Qua lengte, ik denk een beetje zoals ik. Je moet lang of kort zeggen. Ja, dan kort. Oké. Nou, dat heb ik aan. Ja, kort. Oogkleur, wat heb ik? Groen? Green, groen, denk ik. Hoop ik. Oké. Ik denk spontaan, zeg maar. Je hebt het bijna goed. Ja, maar als je zeg maar, hallo. Je hebt 3 van de 4 heb je goed, dus je hebt hem goed, vind ik. Oké, okay, ja. Wat is fout dan? Ogen heb ik bruin. Jongens, ik ben een vrijgezel, dus... Oh, nee. Gio. Blond, blauwe ogen. Wel kleiner dan jij, maar ik weet niet... Jij mag niet knikken! Nee. Oh, wacht, wat jij, man. Lief? Ja, ik heb lief en zorgzaam. Is dat... Oh, dat is goed. Ja, nee, en voor de rest klopte alles. Hey. Staat 4-4. Wie is mijn celebrity crush? Die weet je. Ja, crush. Echt 100 miljoen. Ja, echt crush. Zoveel. Nou, eerst was het altijd Ariana Grande, maar oh, die wil ik ook zeggen. En nu is het Alexis Ren. Hoe de fuck? Ja, hoe de fuck is Alexis Rom kom? Alexis Ren? Ken je haar niet? Nee? Wil je het zien? Ja, ik ken haar. Dat is zijn crush, hè? Moet ik mezelf niet vergelijken? Jij hebt Zac Efron. Meld niet. Ik heb geen eens een... Oh, dat mocht ik niet. Oh, je wacht. Ik heb wel. Oh, kut. Daar moet ik mezelf mee vergelijken. Lijkt echt totaal op mij. Maar jij hebt een blond haar, blauwe ogen. Ja, maar zij heeft ook blond haar. Oh, ze heeft ook blond haar. Ja, oké, okay, maar je crush ook niet per se meteen ook je nee, okay. Maar het is wel geld. Ik dacht eerst ook, Ariana Grande, daar had je het wel eens over gehoord. Ik weet het niet. Zeg gewoon iets, zeg gewoon een naam. Hoe heet zij nou? Kut. Nee, ik weet het niet. Sorry. Ik had Tori Kelly neergezet. Wat is mijn gekste / lekkerste seksfantasie? En ik heb dit niet eens bedacht, hè. Deze heb ik serieus niet bedacht. Ja. Ik heb niet bedacht. Oké, jullie mogen eerst. Nou, weet ik veel. Een trio dan met 2 meiden? Nou, dus ik en andere mensen. Nee. Nee. Seks in het openbaar waar mensen je wel kunnen horen, maar ze het niet horen. Ja, daar is het nooit over. Ja, we hebben het wel eens gehad over jou. Hoe zou het zijn als je het in een zwembad doet of zo? Nou, geen punt! Ik zeg in het openbaar. Nee! Nee! De laatste vraag is 3 punten waard. Hoe vaak kijken porno? Wat zei je? Wie zei dat hardop? Maar wij of jij? Ik of Gio. En jullie moeten tegelijkertijd een aantal zeggen. Huh? En je mond erover houden. Je moet niet tegen elkaar gaan zeggen, oh, zo. Ja, maar yo! Ik zou het echt niet leuk vinden. We slaan mijn
Alleen net omdat het iets is wat je niet weet dat ik doe. Ik kijk altijd naar allemaal andere vrouwen. Dat is echt niet leuk. Ja, ik kijk niet porno, maar met andere mannen. Ja? Zeg maar tegelijkertijd. Oké, 3, 2, 1. 2. 2 en 3. Oké. Okay. Ik had 2, man. Ik had 2! Het is wel gelijkspel. Het is gelijkspel. Oh, okay. Het is gelijkspel, dus het draait om jullie video's beslissend, hè? Ja, man. Ja. Het is het beste klikding ooit, man. Shit. Mensen moeten gaan, sowieso. Oké, ga sowieso op Gio's kanaal de video kijken waarin we het exact hetzelfde doen, maar dan andersom. Dus dat is hartstikke leuk. Groetjes en de ballen maar weer, hè? Hi! Doei!